Precies op de grens tussen Beuningen en Wijchen willen beide gemeenten windmolens plaatsen. Dat levert het nodige conflict op. Windmolens. We hebben ze hard nodig in de energietransitie. Maar de plaatsing ervan zorgt eigenlijk altijd voor gedoe. Zo ook nu. Op de grens tussen Wijchen en Beuningen, waar beide gemeenten plannen hebben voor de plaatsing van deze witte torens. Het gaat om het buitengebied tussen de dorpen Beuningen en Wijchen. Als we inzoomen zien we dat Wijchen op dit kavel windmolens wil plaatsen en Beuningen plaatst de eerste turbines op dit kavel. Zo'n 200 meter van elkaar. Partij Beuningen Nu en Morgen en het Beuningse College van BNW zijn woedend op de gemeente Wijchen, omdat de Beuningse politiek niet zou zijn betrokken bij hun plannen. Met die overlast valt het wel mee, zegt Wijchen, dat de aantijgingen ontkent. Stichting Tegenwind noemt Beuningen Nu en Morgen zelfs hypocriet, omdat de partij zelf windturbines wil, vlakbij woningen. Enig overleg was dus gewenst. Nee, dat is niet gebeurd. We hebben van de mensen die aan de Vicaristraat wonen een brief gehad, waar ze hun zorgen uiten. En ook is gezegd waarom mensen die bij betrokken zijn. Dus we hebben dezelfde vraag gesteld aan het college van Beuningen. En die bevestigen dat Beuningen niet betrokken is bij deze plannen van Wijchen. Gezien de ambitie die we met z'n allen hebben in heel Nederland, er wordt meer energie verbruikt, dus dat moet op een duurzame manier opgewekt worden, snap ik de keuze van Wijchen. Maar het betrekt dan ook de partijen erbij. Het is niet alleen de gemeentebestuur van Beuningen, ook de inwoners, maar misschien ook wel de waterschappen, de natuurverenigingen en alle partijen die ermee te maken hebben. Gemeente Wijchen ziet dit toch anders. Nou ja, zo zie je maar dat soms je denkt dat je de goede wegen bewandelt en dat het dan toch anders overkomt. Wat wij gedaan hebben is dat wij uiteraard bestuurlijk overleg hebben gevoerd al in augustus met gemeente Beuningen. En ook diverse malen ook informeel, maar dat was wel wat ons betreft een formeel moment. En dan zie je nu klaarblijkelijk dat dat toch onvoldoende nog de officiële wegen bewandeld zijn. Zo ervaart Beuningen dat althans. De wethouder Schouten van Wijchen heeft ontkent dat er geen gesprekken zijn geweest met Beuningen en Wijchen. Dat is vreemd. Het gemeentebestuur van Beuningen heeft een stevige brief gestuurd naar Wijchen. Ik heb hem niet gezien, maar ik verwacht dat ze onze zorgen erin vertaald hebben. Er zal een reactie terugkomen en dan moeten we eens kijken wat er nou precies aan de hand is. Zeg maar. En daarbij, wij willen dit hele buitengebied nog inrichten zeg maar, met alle opgaves die ik net noemde. Wij gaan nog een visie op het buitengebied vaststellen. Die is nou in voorbereiding als het goed is. Als Wijchen onze grond nodig heeft voor die hindercirkel, dat willen we dat graag van tevoren weten. Dat kunnen we in onze plannen verwerken. Nu staan we daar voor de verdwongen feit. Zo'n hindercirkel is het gebied om een windmolen heen, waarin er overlast van de molen ervaren kan worden. Gezien deze cirkels van Wijchen voor een klein deel op het grondgebied van Beuningen vallen, zou Beuningen hier nog bezwaar tegen kunnen maken. Wat wellicht het hele project doet annuleren. Ja, ik ben geen jurist. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. En dat klopt. Er ligt inderdaad een klein stukje over de gemeente Beuningen. Dat gaat om tussen de 80 en de 100 meter. Daar wonen geen mensen in dat gebied, maar dat is een feit. En dat betekent ook, en dat hadden we ook in onze raadstukken zitten, en dat was ook waarom we met Beuningen ook uitgebreid gecommuniceerd hebben, dat Beuningen een facetbestemmingsplan zelf ook moet vaststellen daarover. Toch kan de wethouder de verwarring in de communicatie wel verklaren. De plannen zijn lang geleden gecommuniceerd, waarna het een hele tijd stil is geweest. Gaat het om het formele stukje. En wat nu gepasseerd is dat de initiatiefnemers hebben al die tijd nodig gehad om milieunormen verder te ontwikkelen en om heel veel dingen nog uit te werken, maar hebben er niet meer aan gedacht dat het daarmee voor de inwoners even weg leek. Het was niet weg, want het besluit was al genomen. Maar er is dus in die periode, de tussenliggende periode, niet meer genoeg gecommuniceerd. En dat vind ik heel erg jammer. Daar hebben wij ook de initiatiefnemers op aangesproken. Hoewel beide gemeenten dus wel voor het plaatsen van windturbines zijn, is er ook nog een groep die zich verzet tegen beide windmolenparken. Er wonen veel te veel mensen. En dan moet je dus niet willen om daar een windmolenpark neer te zetten. Want dat gaat ten koste van gezondheid en welzijn van de inwoners. Over de oneenigheid tussen de gemeenten heeft Van Koningsveld wel een duidelijk standpunt. Ja, in de eerste plaats denk ik dat de gemeente Beuningen zich hier iets onnozeler voordoet dan dat ze zijn. Wat op zich al een prestatie genoemd mag worden. Maar daarnaast is het zo, dat weet ook de gemeente Beuningen wel, dat sinds 2020 die plannen al openbaar zijn van Wijchen.
Dus wat dat betreft weten ze het wel en hadden ze het ook kunnen weten. En ja, ook ze maken er nu zo'n punt van dat de hindercirkels van de windturbines van Wijchen over de gemeentegrenzen van Beuningen heen liggen. Maar het omgekeerde is nog veel erger. De hindercirkels van de twee turbines van Beuningen liggen zo'n beetje over heel Bergharen, gemeente Wijchen. En daar heeft men kennelijk ook nooit enige aandacht aan besteed. Overleg of niet, uiteindelijk zal dit het beeld zijn bij de gemeentegrens. Het wordt een bijzonder jaar voor de gemeente en regio Nijmegen. Het is dit jaar namelijk 80 jaar geleden dat ons gebied werd bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt uiteraard gevierd en het programma hiervoor werd woensdagmiddag bekendgemaakt. In het Groesbeekse Vrijheidsmuseum laten de gemeenten Bergendaal, Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen en Nijmegen weten hoe zij dit jaar zullen invullen. 6 gemeentes, de provincie Gelderland en ongeveer 30 tot 40 organisaties, erfgoed WO2-organisaties, hebben de handen in elkaar geslagen om samen 80 jaar vrijheid, Rijk van Nijmegen, te vieren en te herdenken. Tijdens de bijeenkomst zijn de prominente gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in het Rijk van Nijmegen aangekaart. Nou, we hebben allereerst natuurlijk het grote bombardement op Nijmegen, het Amerikaanse bombardement. Een groter bombardement dan in Rotterdam, met veel meer slachtoffers. Daar zijn heel veel mensen, niet alleen Nijmegenaren bij omgekomen, bij die 800, maar ook mensen uit de omliggende dorpen. Nou, dat herdenken we nu op 22 februari. Het zal geen eitje zijn. Er komen heel veel mensen nu die in tijd niks meer met die oorlog hebben, of mensen die in afstand hier niks meer hebben. Migranten die hier binnenkomen, die komen, dat zijn nieuwe Nederlanders, die wonen hier straks. Wat hebben zij? Ze hebben het nooit van horen zeggen. Toch willen we dat die generaties meedoen. Om de simpele reden dat we niet alleen dat oorlogsverleden met ze willen delen, maar waar het eigenlijk om gaat is natuurlijk de bescherming van je democratie, je rechtsstaat en je vrijheid. Dat is het goed wat we verloren in de oorlog en wat we terugkregen met de bevrijding. Hoewel er nog ooggetuigen van de oorlog zijn, wordt dat aantal steeds kleiner. Het is echter van groot belang dat we hun kennis door blijven geven aan volgende generaties. Er zijn nog getuigen, hè? Gelukkig. Niet veel meer, maar er zijn ook een heleboel getuigen die het hebben opgeschreven. In dagboeken of in boeken jaren nadien. Dat hebben we allemaal. We hebben de voorwerpen bewaard als museum. Dus er ligt nogal wat. Alleen het directe verhaal hebben we niet meer. Historici, die maken het af, die pikken het wel op en brengen het over. En dat doe je niet alleen door middel van een boek of een museum, maar ook met muziek, theater, met allerlei nieuwe vormen van overdracht. De 58-jarige man die verdacht wordt van het doodsteken van de Nijmeegse kunstenaar Rob, komt niet op vrije voeten. Dat bleek woensdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Arnhem. De rechtbank wees het verzoek van zijn advocaat tot opheffing van de voorlopige hechtenis af. Omdat er nog ernstige bezwaren tegen zijn vrijlating zijn. De 60-jarige Rob werd op 1 augustus vorig jaar dood aangetroffen in zijn woning in de Nijmeegse wijk Bottendaal. De verdachte werd enkele dagen later opgepakt. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft gereageerd op de raadsvragen die Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben gesteld. Naar aanleiding van zijn besluit rondom het protest van Extinction Rebellion. Bruls wilde dit protest, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, in de eerste plaats helemaal verbieden. Omdat er volgens hem niet met de demonstranten te overleggen was. Uiteindelijk stond Bruls het protest wel toe, mits de betogers in het Kronenburger Park zouden blijven. De drie linkse partijen vonden de maatregelen juist te veel. Mede vanwege adviezen vanuit Amnesty International. Maar daarover zegt Bruls dat voor hem de wet leidend is en niet Amnesty. Daarbij vindt hij dat het politieoptreden zeer proportioneel was. Het werd een Japanse avond genoemd. Woensdagavond in de Goffert. NEC speelde daar de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles en won daarbij met 2-1. Dankzij 2 goals van beide Japanse spelers. De winst zorgt ervoor dat NEC door mag naar de kwartfinale van de KNVB-beker. Ondernemen. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. Vaak hebben kinderen al vroeg een passie, maar weten ze nog niet dat je hier ook geld mee kunt verdienen. Bij Startup Nijmegen worden deze kinderen nu meegenomen in het ondernemerschap en zien zij zelf hoe ze een bedrijfje kunnen starten.
En we beginnen dus echt bij het begin. Dus mochten ze een passie hebben of iets wat ze heel leuk vinden, dan gaan we kijken, nou, wat kan je daarmee? Heb je een leuke bedrijfsidee of gaan we er samen in ieder geval iets over nadenken? En dan vervolgens beginnen we met het bedenken van wie is je doelgroep dan? Hoe bereik je ze? Via social media? Wil je een product aanbieden? Wil je een service aanbieden? En zo gaan we eigenlijk een heel bedrijfsplannetje opzetten met ze. Nou, ik wil bijles gaan geven. En vooral voor vanaf groep 6 en daaronder. Ja, nou, ik verkoop kleding. En truien en t-shirtjes met opdruk erop. En dit is een van. En ik druk mijn kunst erop. Mijn graffiti-kunst. Kinderen kennen vaak voor de hand liggende beroepen. Zoals leerkracht, brandweerman of bijvoorbeeld dokter. Bij Startup Junior willen ze dat kinderen leren dat je ook ondernemer kan worden. We vinden het superbelangrijk dat kids in ieder geval weten dat je iets kan doen met je passie. Dus waarin sommige scholen daar ook echt iets mee doen, wordt er ook wel op andere scholen wel weinig aandacht aan gegeven. Het feit dat je later als je groot bent ook gewoon iets kan doen wat je super vet vindt nu. Een hobby of iets, ja, gewoon stel je voor je vindt het leuk om mensen te helpen. Om dat te stimuleren bij de kinderen. Ik deed heel veel skaten en crafty, maar legaal bij van die muren. En ik wou wel dat meer mensen mijn kunst zien. Dus ik wou het gewoon op kleding drukken, zodat ik het dan kan verkopen. Dus dan verkoop ik in principe mijn kunst. Nou, ik ben zelf overgehaafd, waardoor ik sneller denk. En ik weet al aardig veel, waardoor ik dus eigenlijk wel alvast meer weet. En het allerbelangrijkste is dat ze weten dat het kan en dat ze dat meenemen later. En ook dat stukje creativiteit. Dus gewoon denken van, joh, ik heb een leuk idee. Hoe zou ik daar geld mee kunnen verdienen? En dan kan je eigenlijk alle kanten op. Maar willen ze later ook echt ondernemer worden? Ja, ja. Je verdient er geld mee. Je hebt je eigen bedrijf. Dus dan kan je ook alles zelf verzinnen en doen wat je eigenlijk zelf leuk vindt. Nou, ik hoop het wel. Maar het is wel een groot risico, zeg maar. Maar het liefst hoop ik wel dat ik daar gewoon rijk mee kan worden. En tot slot, het is het best bewaarde geheim van Nijmegen, of zelfs van Nederland. De Nijmeegse punkband Entelectual. De band staat in de top 5 Nederlandse muziekacts die het meest in het buitenland optreden. Dat blijkt uit cijfers van belangenorganisatie Booma Cultuur. Entelectual staat op de lijst vlak onder grootheden als DJ's Chesto en Martin Garrix. They promised us the world. Entelectual toert al jaren de hele wereld over. Maar na het nieuws van Booma Cultuur weet de hele Nederlandse pers ze ineens te vinden. Ja, wij doen eigenlijk wat we altijd doen, maar daar is nu een hoop aandacht voor. Dus dat is wel voor ons heel leuk. En dan denkt iedereen nu in Nederland, jeetje, die Nijmeegse punkers, die bulken van het geld. Ja, dat is een draai die de Telegraaf eraan heeft gegeven. Maar dat is niet helemaal waar. Want die lijst gaat puur en alleen om het aantal optredens in het buitenland. En niet of je daar miljoenen mee hebt verdiend of tientallen euro's. Sterker nog, de bandleden hebben er allemaal een baantje naast. Ja, klopt. We kunnen er niet van leven, maar we leven er wel voor. De plotselinge aandacht in Nederland is leuk voor de band. Maar ze verwachten hier nu niet ineens volledig door te breken met hun punkrock. De meeste optredens zullen toch in het buitenland blijven en vooral in Duitsland. En ook daar zijn het allemaal niche-markten en is het een niche-genre muziek die we spelen. Dus ja, echt groot. Ik bedoel, we spelen nergens in stadions of arena's. Je gaat het niet net als U2 een beetje aanpassen dat je samen met Martin Garrix iets gaat maken. Hij kan altijd bellen. Wie weet, we zullen het zien. Maar het staat niet op de lijst nu ineens. From city to city. Na een mooie zonnige winterdag gaan we opnieuw een koude nacht tegemoet met zo'n 5 graden vorst. In de loop van de nacht neemt de kans op enkele buien toe, waardoor er een klein beetje sneeuw kan vallen. Morgenochtend trekken de laatste buien weg en in de loop van de dag wordt het droog en komt ook de zon er weer aan te pas. Het kwik loopt daarbij op tot zo'n 3 graden in de plus. Het weekend zal ook grotendeels droog en zonnig verlopen. Pas vanaf zondagavond neemt de kans op buien iets toe. Ook de temperatuur gaat dan omhoog en in de nieuwe week krijgen we zelfs met waardes van 12 en 13 graden te maken. Daarmee is het voorlopig even gedaan met de winterse kou. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 18 januari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons uiteraard ook op Facebook, X, Instagram
en TikTok. Morgen zijn we er weer en dan zie je onder meer een portret van Iris Kokowski, Diva Show, die onlangs werd uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar. Graag tot dan!